Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 14 september. En als je heel veel zin hebt in de weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Zo, ik ga jullie even hier neerzetten. Het licht is niet al te best. Ik heb me even omgekleed. Het wordt vandaag 27 graden. Ik heb even een update over mijn ogen en mijn gezicht. Ik wil er eigenlijk niet elke weekvlog over beginnen, maar... Het gaat nu ietsje beter. Ik heb wel wat mascara opgedaan. Maar mijn huid blijft niet het beste. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga zo meteen pakketjes op de post doen van United Wardrobe. Dat moet gebeuren. Er zijn best wel veel dingen weer verkocht. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik had ook gewoon een paar dingen verkocht via Instagram. Dat mag ook. Je mag ook een berichtje sturen om het te komen ophalen. Vind ik ook niet erg. Vorige week heb ik natuurlijk mijn tatoeage laten zetten. Nog steeds heel erg blij mee. En het gaat ook heel erg goed. Hij is nu een beetje aan het vervellen. Ik heb hem net even ingesmeerd. Ik heb vanmiddag een toets. Morgen mijn nagels laten doen. Dus ik heb weer een drukke week. Eén nagel is net ook afgebroken. Dus ik moet het echt laten repareren. Mijn haar moet ik eigenlijk wassen. Maar dat ga ik vanavond doen. In ieder geval, ik ga nu eventjes... die pakketjes op de post doen. En dan... ja, dat eigenlijk. Mijn outfit voor vandaag is dit topje van de Zara. En deze broek is van Naked. En daaronder heb ik mijn Puma's. Ik ga nu even met mijn pakketjes brengen. Even oortjes mee. En let's go. Oké, ik had de pakketjes heb ik op de post gedaan. Maar mijn vader heb ik even mijn bikini en zo gehaald. Want ik ga nu in de zon liggen. Het is echt mega warm. En nog een shirtje waar ik even betere foto's van moet maken. En ik had ook nog eventjes wat nieuwe schriften gekocht. Die had ik uiteindelijk toch nog wel nodig. Oké, ik heb de hele dag in de zon gelegen. Ik zie echt mega erg kleurverschil. Waarschijnlijk weer niet op camera. En het is nu hoe laat... 4 uur. Over een half uur begint mijn toets. Het is een open boek toets. Dus ik ga even laten zien hoe ik me daar dan voor heb voorbereid. En wat ik dan neerleg. Ik hoop dat mijn laptop is opgeladen. Ik ben voor deze toets niet mega goed voorbereid. Maar open boek toetsen is niet mijn beste ding. Oké, mijn laptop is vol. Ik ga even mijn kamer een klein beetje opruimen. Zodat het iets meer orde is in mijn hoofd. Dan ga ik jullie laten zien hoe ik me zou voorbereiden. Oké. Ik heb dus over, hoe lang hebben we de toets? 12 minuten. Ik ben nog even met mijn pabo kindjes aan het... Met je bierfans. Aan het facetimen. Of hoe noem je dit? WhatsApp bellen? WhatsApp videogesprek. Oh ja, ik zie er echt niet uit. Oké, dit is het eerste boek wat we moesten weten. Dus heb ik er mooie plakkertjes zo omheen gedaan. En we moesten ook nog een ander boek doen, maar Floor en ik waren die vergeten te kopen. Dus daar hebben we een samenvatting van gekocht. En daar heb ik alles met lila heb ik een kleurtje gegeven. Ik heb hem alleen nog niet gelezen, maar we hebben er zin in. Zometeen lekker 2 uur concentreren. Oké, mijn toets is gemaakt. Dat was alweer een aantal uurtjes geleden. Het ging op zich best wel oké, maar ik kan gewoon niet zo goed tegen open boek toetsen, want ik krijg gewoon mega veel stress. Maar ik denk dat ik hem wel heb gehaald. Ga ik mijn nagels laten doen. En ik ga morgen kennis maken op mijn nieuwe stage. Dus ik ben mega benieuwd. Helemaal buiten aan het aflopen. Mijn vlog heb ik ingepland, dus die komt morgen lekker online. Allemaal helemaal op tijd. Ik heb even mijn mentor instructie geprint voor stage. En dat ga ik nu ook even erin doen. Zodat ik even een keertje goed voorbereid ben. Voor de rest heb ik niet zo heel veel te doen. Maar morgen wel weer lekker mijn nagels doen. Ik heb nog geen idee welke kleur. Ik wil echt wel even wat anders. Maar ik vind dat heel erg lastig. Omdat ik niet zo hou van hele... Oh, dat ging een fout. Van hele opvallende kleuren. Dus ik moet eventjes kijken. Ik ga even dit fixen en dan ga ik denk ik lekker slapen. Want ik ben ook best wel moe. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Mijn werker was niet gegaan. Dus ik ben niet laat wakker, maar... Ik heb over een kwartier een afspraak om mijn nagels te laten doen. Dus ik heb een heel klein beetje make-up op gedaan. En dan ga ik straks douchen, want ik moest ook echt mijn haar wassen.
mega warm weer, maar ik begin toch nog even met dit zwarte shirt. En dan kleed ik me straks wel gewoon om. Shirtje is van de Zara. En ik moet dus echt nu weg. En ik weet echt nog niet wat ik met mijn nagels wil gaan doen. Ik wil even wel wat anders dan normaal, maar... Jezus, wat ben ik irritant nu. Alleen ik durf dat risico nooit te nemen, dus ik moet eventjes kijken. Oh, ik word al elke keer gebeld door dit nummer. Ik weet van niet van wie het is en ik haat het echt. Nee, ik ga niet opnemen. Ik heb er ook geen tijd voor nu. Oké, mijn camera lag nog in de auto. Het is zo mega warm. Het is echt bizar. Ik heb dus vanochtend mijn nagels laten doen. Dat had ik volgens mij wel verteld. Zo, ik zal ze even laten zien. Ik heb net even mijn haar gedaan. Ik heb het toch maar een keer weer met die foamborst gedaan. Dat had ik vorige week dus ook. Op de camera vond ik het toen er wel leuk uitzien. Dus ik heb dat nu toch nog maar een keertje gedaan. Maar ik moet nog even kijken. In ieder geval, ik heb ze dus marble gedaan. Heet dat marble? Marmer. Marmer. Zo. Ik hoop dat het een beetje goed overkomt. Ja, maar ik ben er echt mega blij mee. Dus daar kan ik weer 3 weken mee vooruit. En ik heb dus nu een outfitje aan. Omdat ik ga zo meteen kennis maken op mijn nieuwe stage. En het is natuurlijk heel warm. Maar ik vind het nooit zo netjes om met een kort jurkje of iets aan te komen. Dus ik heb nu gewoon een wit shirtje aan. En daaronder heb ik zo'n wijde broek. Vind ik op zich wel leuk. Alleen het shirtje is wel kort. Maar hij valt hier overheen. Dus ik vind het prima. Dus ik moet nog heel even een paar spulletjes pakken en dan ga ik er naartoe. Stage is wel best wel dichtbij als ik gewoon met de auto ga, dus dat is heel chill. En dat eigenlijk. Nou, ik heb met kennis gemaakt op stage. Was echt heel erg leuk. Ik ben echt helemaal positief verrast. Dus ik heb er mega veel zin in. Er is een pakketje binnengekomen van Shein. Dus binnenkort weer Shein unboxing. Niet alles is van mij. Ik had namelijk samen met vriendinnetje besteld. Positief verrast door mijn stage. En ik heb er heel veel zin in. Ik ga maandag alweer beginnen. En ik ga nu even soepie eten. En dan ga ik zo werken. Ga ik wel naar zweet. Oké, het is vandaag woensdag. En ik heb weer wat pakketjes verkocht. Dus die ga ik zo op de post doen. En ik heb nu een online college, dus die ga ik nu volgen. En voor de rest, ja, ik heb me nog niet klaargemaakt, dus ik heb echt geen zin om mezelf te filmen. Die pakketjes ga ik anders wel even nu doen, want ik heb over 10 minuten online. Oké, het is inmiddels woensdagmiddag. Ik had vanochtend een klein stukje gefilmd, ik had namelijk online les. En ik ga nu pakketjes en zo wegbrengen. Ik ga me vanavond pas opmaken naar vanmiddag, want... Eifke heeft een nieuw huisje in Amsterdam. Dus daar gaan we vanavond naartoe. Dus vanavond ga ik lekker leuke dingen filmen. Heel veel zin in. Dus ja. En we hadden dus nu een college over internationalisering. Sorry, heel veel prikkels. Want ik ga dit jaar naar buitenland stage. Of in ieder geval in het buitenland kijken naar onderwijs. Dus daar waren we nu naar aan het kijken. En daar hadden we nu een les over. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga nu even pakketjes halen bij mijn vader. Ik ga ondertussen podcast luisteren. Ik heb al eentje ingepakt, maar die ander ligt nog bij mijn vader. En ik probeer echt alles binnen 1-2 dagen op te sturen. Dus dat is best wel snel. Dus daar ga ik nu naartoe. Oh, ik stond net bij dat punt om die pakketjes in te leveren. Moest ik de verzendlabels nog printen. Super stom, dat was ik vergeten. Omdat ik dacht dat dat gewoon sowieso al goed ging. Dus ik ga nu even naar Eva toe. En dan ga ik het daar even printen, want anders moet ik weer helemaal naar huis. Want het UPS-punt zit niet zo dicht bij mijn huis. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan ga ik ze daar even printen. En dan zie ik Eva ook gelijk even, dus dat is gezellig. Maar wat een gedoe zeg. Ik vergeet de hele tijd het verschil met PostNL en allemaal dat soort dingen. Het is inmiddels al wat later op de middag. Ik ga zo meteen naar Amsterdam toe. En ik heb even mijn make-up gedaan. Kleuren komen soms niet zo goed over. Ik heb weer mijn tanden met dat spul gedaan.
heel erg wit weer. Heel erg blij mee. Ik was nadat ik bij Eva even die pakketjes had gedaan, was ik ook nog even naar Im geweest. En zij heeft een webshop. En daar hebben ze altijd echt hele leuke dingen. Dus daar heb ik dit armbandje vandaan met zo'n hartje. Heel schattig. En ik heb deze leuke oorbelletjes. Ik hoop dat je ze goed ziet. Ik zal het wel even in beeld zetten waar ik het vandaan heb. Vooral, ik had nog een heel groot pakket gekregen van Shein. Ik had het niet gekregen. Ik heb het gewoon zelf besteld. Bij Shein. Een hele grote doos. Alleen ik heb ze dus samen met Denise besteld. Dus ik kan eigenlijk even alleen mijn items laten zien. Of we wilden het nog apart inboxen. Alleen er is dus één hemdje die ik eigenlijk vanavond onder dit vest aan wil doen. Dus ik denk dat ik hem alvast even open ga maken en even dat hemdje eruit haal. Want ik denk niet dat ze dat zo erg zou vinden. Of zou ik alvast mijn items laten zien. De doos zit zo bomvol. Echt bizar. Oh. Even kijken of ik hem gelijk zie. Ja, dit hemdje wil ik eigenlijk nu aandoen. Kijk, dit vond ik heel schattig. En dan onder dit vest en dan een leren broek eronder. Dus dit is in ieder geval één hemdje. Die ga ik nu aandoen. Mijn haar is gewoon een beetje vet, terwijl ik het gisteren heb gewassen. Ik snap er niks van. Het is helemaal niet vet. Nou, zo voelt het dan. Oké, ik zit in de trein samen met Zee. We zijn nu onderweg naar IJf. Oh, wat een geluid. Wat ik aan heb is dit topje met dit vestje. En mijn leren broek. Had ik verteld over die leren broek? Nee. Oké, wacht. Dat ga ik zo meteen vertellen. Oké. Nou, en we zitten nu in de trein. We moeten nog een uurtje. Een uur? Totdat we er zijn. Zijn we er pas over een uur? 55 minuten. Nee. Ja. Hoezo? We moeten nu nog een half uur in de trein. Zo lang? Een half uur in de trein. Oké, is goed. Nou, je hebt niet echt een keus. Nee, tot zo. Doe jij? Ja, dit is wel een mooi statief. Wat vinden jullie van dit hemdje? Nee, grapje. Ik kan nu al niet meer in de vlog. Oké, we zijn nu bij IJf thuis. Ik ga en zo bij Brit. Met... Nee. Maar ze kennen Brit nog niet. Nee, met zijn niet zo. De bovenste is niet voor jullie. Wacht, ik ga het even wegdoen. Jezus, jij drinkt echt zo snel. Ja, klopt. Oké, we moeten even kijken of ze er lekker uitzien. Voor de vlog. Ik denk het wel. Oh, ja. Rita, pizza. Ja. Oh, wacht. Ik moet even ijverig voorbij op de vlog doen. Nee. Mag je plus? Potje. Nou, valt dit niet in het glas? Nee. Hij ziet toch wel. Maar je moet wel voor de leuke uitvissen. Vissen? Oké, nou begin nog gewoon met vissen. Ja, dat kan jij doen. Zullen we een timelapse maken? Wanneer is iemand seksueel? Wanneer is iemand seksueel? Geen alcohol in de vlog. Nee. Ja, het is wel een beetje wennen allemaal. Oké, we moeten even serieus vanaf nu. We gaan nu Love Island kijken. Ik weet niet zo goed waar ik in moet kijken. Welk koppel ben je? Wacht, we moeten de muziek iets zachter zetten. Ja, maar filmen. Oké, voor welk Love Island koppel ben je? Ja, sowieso voor Joe en Mert. Joe en Mert? Oké. Ja, voor Mert. Mert? Maakt niet uit in welk koppel die zit. Ik ontvriend jou. Oké. Maar ik vind Joan het leukst. Dus dan ben je automatisch voor Joan en Mert. Nou, maar ik weet niet of ik hun het perfecte koppel vind. Oké. Auw. Kom maar dicht bij mijn vast. Ik lig nu bij mijn mama. Hij gaat Lisa kiezen. Hij gaat Lisa kiezen, ja. Joram. Lisa, joh. We zeiden het, Janne. Ik vind het alles voor home aangerekend. Ik zou hem niet kiezen. Woe! Ik had gelijk. Yes. Het is vandaag donderdag. Ja. En gisteravond was ik natuurlijk naar IJf haar nieuwe huis. Dat was echt super mooi. En het was ook heel erg gezellig. Want ze woont dus samen met iemand. En zij had ook nog een vriendinnetje meegenomen. En Celia en Danique waren er ook. Dus dat was echt mega gezellig. En toen hebben we lekker pizza gegeten. Ik heb volgens mij niet heel veel gefilmd. Nou, ik heb wel dingen gefilmd, maar ik kan niet alles erin doen. Dus dat. Ik heb me net even omgekleed. Ik heb het zwart topje aan van de Zara. Broek van Naked. En mijn favoriete blazer. Zit hier voor een rare vlek. Ik moet nu onderweg naar school. Ik heb mijn haar dus met zilver shampoo gedaan. Alleen er zit dus nu een paarse vlek op mijn voorhoofd. Maar dat had ik dus niet gezien. Maar ik heb nu geen tijd meer om het eruit te halen.
Ik heb maar heel erg kort les. Ook ongeveer de enige les deze week. Het slaat eigenlijk allemaal niet echt ergens op. Als ik volgende week weer met stage ga beginnen, dan wordt het weer helemaal anders. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En ja, ik ga dus nu naar school. Ik ga even mijn spullen pakken. En dan zal ik denk ik wel op school weer wat filmen. Dat deed ik elke keer. En jullie vonden dat ook wel leuk. Dus dat ga ik doen. Ik zit in de auto. Ik ben er bijna 5 minuutjes. Maar het chillst is gewoon om in de auto muziek te luisteren. Het is gewoon echt het chillst, vind ik hoor. Nee, ik maak het zelf open. Hey! Maar, ja, dat zijn lage stoelen. Jongens, ik heb iets wat jullie ook altijd hebben. Het is heftig, hè? Het is echt deerbrood. Het was de enige kleur die ze had. Ja, boven. Jongens, ik heb dit schrift. Ben ik nu jullie? Oh, maar ik heb ook een handen. Kijk maar. Oh ja. Ik dacht ik ben origineel. Geluk met God. Ja, wat is er dan? Nee, ik dacht het even. Ja, maar dan zie je misschien andere mensen of niet? Oké. Okay. Nee, zo niet. Oké, okay. Vols en Floor zijn nu echte studenten. Ja, en ze hebben... Jij bent ook echt een student. Nee, maar jullie wonen ook niet zelf. Wat heb je gekocht? Dus een ovenschaal. Heel belangrijk. Een goede tip. Bij de Kruidvat krijg je een gratis ovenschaal. Als je schiermesjes neemt en schiergel. Heel fine. Handig. Fire. Om de les te overleven, de enige les van de week. Hè? Dit is, mag ik even iets zeggen? Dit is niet een handige keuze, want dit is best wel duur. En als je student bent, heb je weinig uitgaven. Welke geur is dat? Dit is de pommegranaat. Hoe zeg je dit? Heel lekker ook, maar het is wel een beetje een oma geur. Pommegranaat. Oh ja. Nee, pomegranate, denk ik. Grenade. En wat is dit? Palmolie. Hydrate. Ja, maar amandel. Lekker. Vegan. En we hebben alle drie onze nagels weer laten doen. Ja. Even showen. 3 oktober nagels. Mijn is nu alweer gaan vergroten. Echt? Kijk maar. Ja. Ga je weer eraan toe? Ja, zijn we helemaal lijf. Toen mijn nagel was gewoon 10 minuten. Ik heb nog iets leuks vertellen. Oh, wat is dat? Mannen. Met van oom. Unisex. Nee, die is voor mij. Welk liedje is dit? Oh, ik weet het dan. Oh ja, en deze ook nog voor mijn oom. Welk is dit? Cadeautje. Eucalyptus. Het is vandaag vrijdag. En het is al wat later. Denise komt zo naar mij toe. We gaan namelijk even het pakketje van Shein openmaken. Ik wilde net een video opnemen, maar ik ga het toch maar morgen doen. Ik stel het dan echt heel erg uit. Zo. Dus ik ga nu even snel mijn spulletjes inpakken. En dan wacht ik even tot Denise hier is. Want ik kan er ieder moment zijn. En dan zal ik zo meteen verder filmen. En dan gaan we het pakketje ook inboxen. Dus dat is heel erg leuk. Oké, Denise is bij mij. En ik ga zo meteen even die pakketjes van United Wardrobe doen. Alleen we gaan nu eerst even het pakket unboxen van Shein. Want er zit mega veel in. Ik heb ook maar eerlijk verteld dat ik er iets uit heb gehaald. Voordat ze dat zelf in de vlog ziet. Heb je een borstel mee? Oh, nou, dat is prima. Het is wel zo'n bovenperspectief. Niet uit. Ik heb net al de vlog geopend. Oh, oké. Oké, maar hoe heet het? We moeten wel even kijken wanneer we het hadden besteld. Dat is wel handig. We hadden besteld op... Even kijken. Ja, traceren. 9 september. 8 september. En het was er 15 september. Dat is echt heel snel. Dat is echt bizar. Want in de zomer had ik ook besteld en toen duurde het 4 weken of zo. Moet je iets meer hierheen? Anders ben je zo half in beeld. Oh, ja. Zullen op een kussen zitten? Nee, dat is wel. En we hebben dus voor hoeveel euro hadden we besteld? 110 of zo. 110 euro. En dan hadden we 20 euro korting. Ja. Ja. Wow. Oh ja, maar ik heb best veel items. Hè? Ik heb hem dus weer opnieuw. Met 3 plakbandjes. Oké, wacht. Kijk hoeveel erin zit.
Het is echt veel. Maar ik had wel een grotere doos verwacht toen op die foto die je stuurde. Maar... Ja? Nog groter? Ja. Omdat jij een jas hebt. Ja, ook, ja. Het is geopend. Wacht, ik zal die wel gelijk even laten zien, want die had ik al niet op. Je hebt ook echt weer terug in het dingetje gedaan. Kijk. Het was schattig. Cute, hè? Maar voel die stof, even serieus. Hoe dik? Ja, het is wel dik. Voor Shein. Oké, dus het eerste topje, deze. Gaan we eigenlijk aanbeelden plaatsen? Kan. Oké, we kijken zo even. Doe even kijken. Ik hoop wel dat alles een beetje... Ik hoop dat het past. Welke maat is dit dan? S. Oh, ik vind het juist heel groot eruit zien. Oh, XS. Een XS. Nee, dat gaat wel passen. Dus zo'n broekrokje. Oh ja. Ik ga wel even die doos van me afhalen. Dat ziet er ook een beetje stom uit. Oké, wat ik heb besteld is een blazer in mijn lievelingskleur. Hier ben ik wel benieuwd naar, de kwaliteit. De prijzen, deze was. Zal ik dat er gelijk even bij zeggen? Oh ja. Dat is wel makkelijk. En die van jou? Het broekje was volgens mij... Dat was 10. 10 euro. Ja. Oké, nou. Valt mee. Oh ja, hij is wel best wel... Hij is wel dun. Ja. Oké. Ziet er wel een beetje goedkoop uit. Ja. Oké, nou, ik heb dus deze lila blazer, zo. Die was 22 euro. Hij heeft wel schoudervulling, maar je ziet wel dat hij een beetje doorschijnend is. Ik weet niet of je dat op het beeld ziet. 20 euro. Nou, dat is nog best wel duur voor Shein. Ja. Zou kijken van waar die is, van wat voor stof, van wat is polyester. 100% polyester. Ja. Nou, dat is ook gewoon bij... 97%. Oh ja. Oké, nee, deze moet ik wel even aandoen of om hier een mening over te kunnen misschien geven. Ook met een shirtje eronder. Ja. Maar deze ziet er wel een beetje goedkoop uit. Ja. Ja, we hadden een paar dingen wat duurder, maar ook wel wat goedkopere dingen. Oh, die vind ik wel mooi eigenlijk. Ja, heel leuk. Wist je dat het van die, een beetje van die rippelstof? Ripstof. Dat wist ik niet, maar hij is wel mooi. Oh ja, op de foto lijkt hij iets meer camel en nu is hij meer nude. Ja. Ik vind dit mooier. Ja, ik ook. Ik vind het wel een mooie kleur. Ja. Welke stof is dat dan? Katoen. Ja? Oh, dat heb jij gekeken natuurlijk. Ja. Oké, deze is wel van mij. Ja. Dit blouseje. Oké, wat ik had gedaan, ik heb ook van die blouse besteld dat je zo'n bandeau top eronder kan doen. Al die draadjes altijd die eraan hangen. Oh, deze kleur vind ik wel mooi. Maar het is wel echt een beetje een jongensding. Ja, maar je moet hem gewoon open doen. Ja, oké. En hier eronder staat al heel anders. Ja. En dit was in een maat. Oké, moet ik even kijken. Maat S. Dus hij is best wel groot voor maat S. En hij is... Deze is van hoeveel procent? Wat is die? Ik denk ook katoen. Ik wist niet eens dat ze dat verkochten. Want alles op Naked is ook gewoon polyester. Ja. Nee, dit is gewoon polyester. Hoor. Oh. Oké, deze blouse. Leuk. In de aanbeelden zie je het al beter. Maar bij deze ben ik bij jou benieuwd. Ja, ik ook. Want dit kan echt... Oh. Oh, heel zacht. Ja. Oh jeetje. Wel een mooie kleur. Kaki. Een mooie kleur. Ja, komt niet heel goed. Het lijkt heel donker, maar het is een beetje groen. Nou, het is wel heel zacht. Hij is niet heel dik, maar... Kijk eens van wat voor stof deze was. Even kijken, hoe duur die was. 22 of zo. Ja, 21 kan je hem nu kopen. Ja. In het legergroen noemen ze de kleur. Dus polyester. Polyester? Dit? Ja. Oké. Okay. Ja, het staat er echt wel. Ja, nou, maakt niet uit. Het was toch voor een tussenjas, maar denk er is wat anders. Deze is wel echt heel leuk. Ja. Ik hoop dat die ook zo staat. Ja, want op dat model is die wel iets groter. Een soort van. Beetje oversized. Oké, dan heb ik nog wat... oh ja, deze natuurlijk. Kijk, wat ik heb, wat heeft Denise nu ook een beetje aan. Zo'n soort, hoe noem je dit eigenlijk? Een giletje. Ja, vroeger heette dat wel zo. En ze heeft een witte met een blouseje. En ik heb dus deze besteld. Heel leuk, deze ook. En dan kan je dus een wit shirtje of een blouseje onder doen. En deze was hoe duur? Tientje of zo? 11 euro. 11 euro. In een grijze kleur. En deze is ook sowieso van polyester dan. Oh nee. 100% acryl. Dat is ook wel een beetje zweten. Okay. Maar dan maak jij van deze echt open maken. Ja, maar dat vind ik fijn. Ook nu voor, zeg maar, voor de herfst. Ja. Als je een blouseje eronder doet, dan ik vind het echt heel, heel fijn zitten. Ja, heel leuk deze. Dan heb ik nog twee hemdjes. Oh jawel, ze zitten er allebei in. Voor onder die wikkelvesten. Ik dacht dat is wel leuk. Ja. En daarvoor had ik ook dat, dat zebra... Oh, deze. Oh, deze is natuurlijk nog van jou. Oh, wat ik... Topje. Oh, ziet er wel groot uit. Ja. Maar welke maat is het? Ja. Een S. S. Oh, oké. Okay. Grote S is dit.
Hij was 5 euro. Oh, 5 euro maar. Dus ik dacht, dit is wel leuk voor onder zo'n vestje. Ik denk wel dat hij een beetje doorschijnt. Ja. Maar het ziet er wel prima uit. Het is wel heel erg leuk dat dit er zo bovenuit komt. En je kan ze dus ook nog verstellen. Dus dat is ook wel handig. En deze is ook van 100%. Made in China. 65% polyester. 35% katoen. Nou, en ik heb ook nog die ander. Maar dan in het zwart. Dezelfde doel? Ja, nou, ik had er ook eentje van de Zara. Maar die is bij mij dus echt vorige week kapot gegaan. Dus toeval dat ik dit goed heb gekocht. Zo, deze. Nou, wel prima toch? Wel prima topjes. Ook voor onder je blazer of onder zo'n wikkelvest. Heel erg en leuk. En deze was ook 6 euro, dus ook echt heel goedkoop. Heel goedkoop. En dan had ik ook nog... Nou, oh ja, die beanies. Ik dacht leuk voor in de winter. En ze waren echt maar 4 euro. Ja. Of zo. En ik had ook nog 2 mutsen gekocht. Wat was het eigenlijk? Het valt eigenlijk nu wel mee. Hier kon je echt geen aparte video over maken. Nee, klopt. Ja, en uiteindelijk was het dus totaal... Zo, met de korting? 100 euro. Oh, 106. 106 euro. Nou, dat was het. Wij gaan even de aanbeelden maken. Oh, mijn vinger zat ervoor. Oh, we hadden even die dingen weg moeten laten. Mm-hmm. Ik ben weer bij mijn vader thuis. Het was heel gezellig met Denise. We gingen nog even een drankje doen. En we hadden even nachos en zo gegeten. Ik ga... kijken. Ik ga nu even mijn spulletjes opruimen. En dan, weet nog niet precies wat ik ga doen. Ik ga in ieder geval dit even allemaal opruimen. Ik heb niet echt een bijzondere planning deze week. Vanaf maandag ga ik weer stage lopen. Ik heb even een chill outfitje aan. Ik heb dit hemdje van Shein en dan gewoon lekker een broek en mijn vest. En ik ga nu naar Eva toe en dan gaan we samen Love Island kijken. En voor de rest niet zo heel veel plannen. Ik ga even mijn laptop pakken en dan ga ik daarheen. Ik zal mijn camera wel even meenemen, dan kan ik wel eventjes filmen. Oh, had je er niet even kunnen zeggen dat ik er zo uitzag? Je ziet er gewoon normaal uit hoor. Dat is nog erger. Nee. Als ik er normaal ook uitzie zo. Nou, ik was dus bij Eve, maar ik heb helemaal niks gefilmd. Gezellig. En het is nu 11:30 alweer. Ja, echt laat. Nou, laat je raden waar we zijn. We wilden graag uit vandaag, maar... We zijn naar de Mackie. Nee, grapje. Ja, net en ik gaan niet uit. Nee. Oh, hij zit niet meer scherp. Oh ja. Dus wij hebben lekker Mackie gehaald. Ja. Nou, alleen een ijsje. Volgens mij heb ik deze week vlog nog geen Mackie gehaald. Dus dan zou het ook niet echt compleet zijn. Nee. Ja, net als onder Mackie. Soms ga je echt 3 keer in de week naar de McDonald's of zo. Ja, maar het is niet dat ik er heel vaak... Gaat die man nu naast ons staan? Kut, ik had hem in het midden moeten zetten. Oh, hij gaat nu naar achter. Ik heb hem te veel binnen gezet. Wat awkward. Het is een vrouw. Oh, ik had hem in het midden moeten zetten. Nou, wil hij nu dat ik opzij ga of niet? Nee, hij gaat gewoon niet veel. Wat gaat ze doen dan? Engert. Wat is de bedoeling? Oh, ze blijft daar gewoon staan. Oh, copyright, anders kunnen we niet praten. En morgen ga ik een video opnemen. Voor de rest nog geen planning. Zij zei eigenlijk nog iets over mij bij het oppassen. Het is vandaag zaterdag. Ik heb mijn haar even in een knotje zitten, want ik ga het namelijk stylen. Ik heb gedoucht. Ik was echt mega laat wakker. De laatste dagen kan ik wel echt een beter uitslapen of zo, een beetje. Wat ik zo meteen ga doen. Ik was dus gisteravond was ik naar Eva toe gegaan, want zij moest oppassen. Toen zijn we in de avond nog heel even snel naar de Mac gegaan om een ijsje te eten. Toen hebben we nog in de auto gezeten. En nu is het alweer 12:30. Ik ga zo meteen mijn pakketjes van United Wardrobe wegbrengen. En dan ga ik zelf ook oppassen. Ik heb echt geen leuke planning dit weekend. Helaas. Maar ja, het is niet anders. Vanaf maandag heb ik weer stage. Ik ben echt een beetje zenuwachtig. Ik ga dus stage bij de kleuters lopen. Heel veel zin in. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik daar nog het meest kan leren. Want als ik nu weer groep 7 zou ik eigenlijk, of de bovenbouw überhaupt, dan zou ik gewoon voor een soort van makkelijke optie gaan. Dus ik wilde eigenlijk gewoon liever dan voor een moeilijke optie gaan en dan daar meer leren. Ik moet nog even make-up boven mijn ogen weghalen.
Zo. Ik heb net die nieuwe iOS update gedaan. En ja, ik ben er niet zo blij mee. Hij deed het bij mij half automatisch. En toen stopte ik het. En toen kon dat eigenlijk niet meer. Dus ja, maakt niet uit. En ik ga zo meteen een video opnemen. Want jullie hadden die roddels opgestuurd. En die video ga ik zo opnemen. Ik wilde het eigenlijk al veel eerder doen. Maar elke keer kwam het moment er niet voor. Dus nu ga ik het gewoon zo meteen doen. Dat is prima. Dus ik ga nog even mijn haar doen. Dan ga ik me omkleden. Pakketjes doen. En dan ga ik die video opnemen. Ik heb mijn pakketjes weggebracht. En ik heb de video opgenomen. Dus dat is gedaan. Ik ga straks oppassen. Ik ga nu gelijk de video editen. Zal ik dat vanavond doen? Vanavond tijdens het oppassen. Misschien een beter idee. Ik ga nu gewoon een beetje YouTube of zo kijken. Ik weet niet. Ik heb eigenlijk niet echt iets te doen. Maar ik vind het ook wel even fijn. Heb ik gewoon even lekker tijd voor mezelf om niks te doen. Dus dat ga ik nu doen. Ik moet ook even mijn telefoon opladen. Dus dan ga ik wel even in bed zitten. En dan ga ik even video's of de weekvlog alvast editen. Dat kan wel. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik heb nog niet zoveel gedaan vandaag hoor. Ik heb me net even opgemaakt. Ik moet heel even mijn kettingen goed doen, zie ik nu. Ik moet me ook nog omkleden. Ik ga nog even kijken wat ik aan wil doen. Straks komt Eva naar mij en dan gaan we samen eten. Nou, ik weet nog niet precies wat de planning allemaal is. Maar ik vind het altijd jammer dat dit soort leuke momenten dan een beetje aan het eind van de vlog zitten. Maar ja, dat is niet anders. Ik hoop wel gewoon dat mensen een beetje de vlog afkijken en niet alleen het begin. Voor de rest, er komt straks voor mij de video online dat ik de roddels ga bevestigen en ontkrachten. Ik ben zo benieuwd wat jullie ervan vinden als je hem nog niet hebt gezien. Ga hem zeker kijken, want die staat dan nu online. Ik ga dit even uit elkaar halen en ik ga hem even omkleden. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen tot Eva er is. Oh ja, en de nieuwe iOS update is er. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om even te laten zien wat ik heb. Ik hoop dat je het goed kan zien. Het is een beetje zo met zo'n roze thema. De achtergrond zijn dan van die sterretjes. En dan heb ik hier twee leuke fotootjes en wat apps die ik het meest gebruik. Hier heb ik... Dit is die andere pagina. Vind ik ook heel leuk. En een leuke quote. Dus ik ben heel blij met de updates. En als je hier opzij gaat, heb ik ook nog zo. En daarnaast heb ik ook nog van mijn sterrenbeeld, heb ik nog dit. Ook heel leuk. En dan staan de rest van de apps gewoon allemaal daar. Oké, het is zondagmiddag. Eva is er ook. Ja, we zijn weer naar het strand gegaan. Alleen het is echt heel warm. En we hebben een trui aan. Ja, maakt niet uit. Maar we hebben dus echt een veel te warme outfit aan. Heel ongemakkelijk, al deze mensen. Die meldingen van dat account met die truien. Weet je wel? Dat ik zo'n melding had aangezet. Ja. Oké, het is zondagavond. Eva is echt net weg. We hadden eten besteld. Nee, we waren eerst naar het strand geweest. Toen hadden we daar even lekker wat nachos gegeten. Nou ja, zo lekker was het eigenlijk niet. Maar toen hebben we daar gewoon even een drankje ook nog gedaan. En toen gingen we naar mijn huis en hebben eten besteld. En we hebben net een film gekeken. En ja, voor de rest niet zoveel. Gewoon even lekker gechilled. En ik ga nu slapen, want ik ben echt heel erg moe. En ik moet morgen naar stage voor het eerst. En de video is online gekomen voor de roddels. En ik heb zulke lieve reacties. Echt heel erg blij mee. Maar ik ga nu de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat de video een beetje lang is geworden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!